Nee, deze guy heet letterlijk Joris. Shit. Het is de allereerste in echt 3 jaar dat je een andere Joris hebt gezien. Ik En ben genuinely gewoon letterlijk Joris. ik ben nog steeds niet vergeten dat iemand Dylan Sucks heet op Overwatch. En terecht. Dat vond ik echt... The fuck do you mean, Joris? Ik heb jou het spel aangesmeerd. Nee, fuck off met dat nummer. Ik hou van dit nummer. Het Het is zo cute. Die. Ik krijg die kankeroptie niet aan van die beta. Als je die zet aan en dan save ik, maar dan blijft het afstaan. Ah, nu staat het aan. Oké, dus ik ga een andere beeld proberen. Het moet een beeld zijn dat we allemaal aan kunnen, hè. Ik pak gewoon mijn normale beeld van jullie. Het is saai. Oké. Saai, man. We gaan nu even allemaal saai. Saai. Die gaan we niet healen. Saai. Gaan we mijn eigen tachingchong. Eigenlijk moet er gewoon iedereen met head-on aanzetten, man. Iedereen moet de killer blind maken. Ja, zullen we last gewoon... Mine. Gewoon head-on. Head-on beeld, we gaan voor de... Ja, met z'n vieren ja, head-on beeld. Ja, dat lijkt me zit dan attentation aan dat dat dan bij iedereen 10 keer sneller naar beneden gaat. Oh ja, Vigil. Vigil. Ah ja, Vigil, sorry, ik had de verkeerde. Ik denk dat Parental Guidance dan heel goed werkt. Op welke A hier sta je dan? Agitation is een killerperk. Ik bedoel Parental Guidance. Ja, maar Axel zei Agitation. Ja, ik weet dat ik had het verkeerd. Agitation, ja man. Maar Vigil is dat op welke pagina is dat? De allerlaatste. De perk die ik gewoon voor een tijdje heb gebruikt. Het is eigenlijk best een goede perk geworden. Je expose, als je exposed status effect hebt, gaat het gewoon 30% okay. Sneller weg. Mijne is Parental Guidance, Head-On, Vigil en Quick and Quiet. Zelfde. Ik heb altijd dingen aan staan. Wacht. Ik weet niet en ik weet precies naar welke map we gaan. Mothers, van de Blake. Met die... Mothers Dwelling. Ja. Met daar 4, 5 lokkers langs elkaar. No chance. Oh, dat wordt killing. En hey, joh, waarom de fuck zit Forge in Fortnite? Ja, oh, what the fuck? Mocht wat? Forge in Fortnite, kijk op WhatsApp. Lost but not forgotten, zie je als gewoon de tekst staan. Nee, dat is de andere. Dat is Forge. Oeh, what the fuck? Ja. Ik kan niet wachten op de dropmuziek van Newcastle. Ik verwacht ongeveer iets als dit. Don't do that. Yeah, wat gebruiken jullie als... Jongen. Wat gebruiken jullie als laatste perk? Vigil, Quick and Quiet, Head-On en wat? Parental Guidance. Parental Guidance. What the fuck is dat? Van dat Yuki. Is een nieuwe perk, dat als je de killer stunt, dat je voor 7 seconden geen bloed achterlaat en geen scratch. Ah, dat is van de nieuwste, oké, ja, die heb ik niet, dan ga ik moet gewoon je eigenlijk wel hebben, pakken. Want dat is eigenlijk fucking leuk en goede perk ook nog. Het werkt ook bij Decisive, dat is nog het ergste. Ja. Het werkt bij elke stun. Oh dus als nee, je van... ik weet al, inner healing. 50-50. Als backup, ja. Of je moet echt de flashbang hebben. Wat is jullie derde perk dat jullie hebben aanstaan? Vigil... Quick and Quiet, Parental Guidance. Ah ja, Quick and Quiet! Kanker, dan moet ik ook. Quick and Quiet! Quick and Quiet! With a wire! With a wire! It's a wire! Anders lukt de build niet echt. Eigenlijk moet je ook dan die fake locker dingen aanzetten, hè? Ja, maar dat is kut, want dan kun je niet in rennen. Ja, maar dan. Moet je extra stilstaan. Dan moet je, ja, dan heb je een, dan heb je wel dan een... Fake je de, dan fuck, dan fake je de eerste locker en dan ga je in de tweede, maar je kunt kwijt, hè. Ja, maar als hij dat op, als hij weet dat er is, dan gaat hij gewoon in de tweede. Als hij weet dat je dingen hebt, dan gaat hij, dan skipt hij de eerste en gaat hij gewoon naar de tweede.
Yes! Hoe heet het nummer van Every Day I Wake Up? Oh, gaat die. Heb je de mama staan dan? Mhm. Yes, dit nummer is zo fucking leuk. Joris, heb je heb je de cotton picking song ook al in de Marco de Smakka mix gezet? Nee. Doe dat eens even. Dit is waar we allemaal op hebben gewacht, al een heel ons leven lang. De kinderen heeft eruit ragequitten. Wat wil je? Dat we de kinderen nu laten ragequitten daardoor. Oeh. Lastig. Maar we doen het. Yes, boys. Let's do this. Onthouden voordat jullie het vergeten, Hedlund werkt niet als je kraai op je kop hebt. Wat? Viermonger. Serieus? Ja, als je het langer lukken zit. Nieuw? Dat komt ook eigenlijk nieuw voor mij aan. Ja, dat is echt wel heel oud. The fuck? Kijk, waar is iedereen? Ik dacht dat ik het snel even. Is het met die aan de Demo Doggy? Yeah. Demo? Ik denk van wel, die muziek ding. Ik denk dat Demo Doggy is met dat geluid. Dat is van. Ja, inderdaad, dat is hem. Nice. Oh, ik zie hem lopen in de verte. Doggo. Nou, let's bully the dog. Kom maar. Waar zijn de lokken? Ja, ik ben ook even de lokken aan het zoeken. Daar is het. Als iemand gechased wordt, iedereen moet gewoon in de buurt in een locker gaan. Oh, nee, dat is hem niet. Of in de main building. Wacht, we zijn in de killer check. We zijn in de buurt van de killer check, dus daar zijn al twee lockers. Oké. Als je wordt achtervolgd, ga naar de killer check. Wacht, gaan jullie in de locker zitten dan zal ik. Oh, hij is hier. Trek dat de tibo. Ik ga in de... Is hij nu in de basement gegaan? Hij staat in de basement! Nee, jongens, echt serieus. What the fuck? Oh, jullie jongens, de plek met de vijf lokken staat lelijk er langs. Langs de killer shack. De plek met de vijf lokkers. Ja, het probleem is, we hebben een friendly foe. Oh, you're kidding. Nope. He's friendly as fuck. He's a good doggy. Very good boy. Ik heb hem getamed. Utemian dog. Utemian draak. Utemian dibbo. Utemian dibbo. Utemian dibbo.
Vitamine double. Die zijn nu letterlijk die zitgoed te bewaken op. Ah, je ziet er gewoon. Meisjes, nee! Ik denk dat je de basement in mag. Ik denk dat dan een basement hook challenge heeft. Oh, spijt me. Kijk, Joris, loop eens naar... Fuck it! Kom maar. Blijf op de basement, nee. Oh nee, ik zou het maar niet proberen. Oh kut, wat doe jij hier? Oké, wat doe je? Jij moet in die lokker. Ik let hem wel op. Joris, ga naar lokker. Jongens, ga naar lokker. Ja, probleem is, ik ben een beetje op exhaust. Dit is heel arm. Blijk blaas in dit groep. Oké, ik ga naar linker. Wat doe jij hier? Oké, Dylan, ik stun wel. Ik zit op find help. Maar stikt dat eigenlijk, Vigil? Stikt dat? Normaal ja, wel. Ja, Vigil stikt. Zeg één ding, hij wil niet meer. Every day I wake up. Jongen, ik durf niet die lokker uit te gooien. Ik zit nog steeds in de kijk naar wat die guy doet. Goodbye! Stun hem en lukje, stun hem erin! Nee? Ik wil u hier. Oh, oké, okay, fair enough. Dat ook te vonden. Ik zit hier vast! Deze man is gewoon lelijk down. Ik zie hem niet. Wordt hij gehaakt? Nee, jij blijft de basement wegkampen. Axel, kruip gewoon de basement uit. Ja, kruip gewoon de basement uit. Ja, ik kan me eerst hier en dan kruip ik als we de basement in go? Hij is niet blij. Jongen. Kom maar de basement uit. Kom maar. Stoute jongen. Fuck you! PlayStation! Hey! Daar gaat finishing van dit. Dude. Huh? Wat? Hoe was dat zelfs raak? Letterlijk op het laatste. Oh fuck, mijn eerste haak. Maar hij brengt je uit de basement! dankjewel. Ik kon eigenlijk echt wel de chest van de basement. Ik wil weten. Maar ik kom morgen in ieder geval aan. Daar kom ik nu eens gepokken voor hebben. Oh, hij mislukt zijn chart. Hallo! De chest, waar is de chest? Geef ons dat chest! We moeten met de chest dan pakken, volgens mij mogen we niet de chest. Nee, we gaan de chest pakken. We gaan die chest pakken. Wij pakken de chest. Kom voor de chest, we gaan met die chest pakken! Fucking! Bodyblock! Dit had hij gewoon net demo-korg
challenge dan toen iets van zijn charges. Run! Nee, ik ben uit de basement. Heel me, ik ben wans. Yo, ik zou weg, yo. Help! Het is ons gelukt. We hebben officieel de groene kies. De groene. Oh, we hebben een toolbox. We hebben een groene toolbox. Wat heeft deze demo voor mijn leven dan bij dit? Waarom bewaakt hij? Ja, omdat wij een bully squad zijn, dus hij wil hier niet mee dealen. Maar hoezo, hij wist dat toch niet? Jawel. Een mapoffering. Oh, serieus? Ja. Maar nee, ik denk dat hij gewoon zijn Demogorgon challenge aan het doen is. Van Ga terug in de basement. Ga terug! Hey, skip dich. Axel van de klap volgen van ik zweer het. Ik kan mijn chance maken. Stoute jongen. Heel me! Stout. Ik kom ook hier. Stoute jongen. Stay there. Oké, maar nu gaan we deze match afmaken. Oeh. Wacht, hoe moet deze doen? Hey! What the fuck? Oh, kom jongens, we gaan eten. We zijn de beest, boys. We hebben een vat gegeten en doen dat ook. Graaf van boven naar beneden. Goodbye. Iedereen nog in de basement. Nee, ik ben eruit. Ah, jongens, hij staat nu voor mijn basement. Hij mist. Lekker eten. Jam jam. Jam. Heeft kakka gedaan. Oh, moet je je van schoon hebben. We mogen nog niet zijn stront opkaatsen, jongen. Hoe wil hij een snack? Wie invalt uit dat basement? Goedemorgen. Ik ben al bijna niet. Steam hat. El Bojo. T-boy hier als ik. Ik heb een dillentje gedaan. Oh, je fucking bitch! Als ik één iemand ben die geen skillchecks kan doen, dan is het eigenlijk afgewoond. Shut the fuck up. Cinematly, als ik dit. Maar ik heb één vraag. Waarom hebben wij deze avond meer funny games gehad dan heel, dan heel 2021 van dit jaar? Hij is een donk. Waarom met jou te bezig? Stalt het ook. Go back, demon. What the fuck? My butthole. Hij is same animaties. Waar is er nu? Iemand vertel mij. Demo best stealth killer. Oh, hij is hier. Demo!
Hey, doe eens niet, mijn jongen. Ga toch, je, ga toch naar je basement. Graaf in de pa- Deze man was katoen aan het plukken en even twee. Agio Blackman. Maar hij is gewoon perfect op een struik neergezet. Het leek gewoon alsof hij gewoon even van best aan het zoeken was. En daarna ging hij wel zo goed. Wacht. Eigenlijk vond ik wel dat we die Pokémon blijven houden. Waar de fuck gaat hij nu naartoe? De Mobilike. Ja. Ik hou echt van die meme. Ik vind het echt geweldig. Denk je dat hij een nugget heeft? Endgame demo. Stel je voor. Oh, hij heeft die ene perk van demo, dat als een gen af dat alle valplekken worden geblokkeerd. Waar worden alle valplekken? Ja, in een bepaalde radius. Worden allemaal geblokkeerd voor een paar honderd seconden. Mag ik erbij? Ja. Dank u. Good boy. Almost got it. Ik, wacht, ik ga hem slagen. Fuck you. Stout. Zie je de portal. Ah! Dat is kijk, ik nu gepakt word, ik heb laten! Hij anders werd je gewoon gekild, iemand die gewoon geniet van op de rok. Hij bent gekild door een katoenplukker. Oh, hij wilde voor het even gaan. Damn. Even de hebben ons door. Dit was Tenkaka. Stenkaka, hij had wel kaka geplicht. Oké, wie zet nu de offering in? Dat ik mijn offering ga verneuken. Daar heb je even niks van niks. Ass, de fucking. Oh, we kunnen op zich op elke map doen als wij gewoon in de buurt van de killer shack blijven, is dat perfect. En dat ben je maar, like, de vijf lokkers. Ja, de vijf lokkers toch. Gewoon omste beurt, gewoon poek, 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 poek. De leukste strategie die er is. Ja, of we gaan naar de game. Dan één, maar een ding is bij de game, weet je nog dat ene hoekje daar, waar gewoon twee lokkers staan? Meer uitleg nodig. Ik weet welke dat je bedoelt, bij de game, hè? Ja. Maar dat ook zo, dat je omhoog kunt, zo met een klein trapje. Naar zo'n klein controle. Ja, daar, daar staan twee, daar staan twee lokkers in mijn hoekje. Boven het stinkel, daar staat, weet je wel, die controlekamer. Daar is zo'n hoekje waar twee lokkers staan. We kunnen ook naar Midwich en dan een hele hal bombarderen. Maak je keus. We kunnen naar Dead Dog Saloon gaan. Azeroth's Resting Place, kan ook. Of we laten de map beslissen, dat kan ook. Wie geeft me een appje? Joris, een TikTok. Dankjewel, smartwatch. What is this guy doing? What are you doing? What is this guy doing? Nice. Oké, Samuel J. Jackson is nu gewoon ergens in een... Oh, yo! Hey, Dylan. Ja? Yeah. Samuel A. Jackson is nu letterlijk aan het werken aan een fucking...
Ja. Animation project. Kan GTA 6 zijn? Of? Of iets van Marvel? Shit. Kut aap. Nazi is je doet. What the fuck? Joris! Joris! Sorry. Dit is de beste fucking video ooit. Ja, daar heb ik snel een reactie over. There's no pasta! There is no pasta. Er is no pasta. I don't believe. De preacher. Er is no pasta. Er is no pasta. Waarom heb ik pasta at the wedding? Where everybody at? Oh, hier is het. Fuck, we zijn al begonnen. Oh, kut. Oh, is die bitch. Ik kreeg kraaien aan een pakketje vliegen. Oh, er is no pasta. No pasta? Ben wat ik echt, mijn smartwatch be like, is hoge invested by over 3000 rats. Dankjewel YouTube. Dit magazine, dit magazine. Hallo Joris. Bro, Tibo veranderde even af tot YouTube. No! This fucking snap! Oh fuck, ik ben dood. Heb je ooit, Joris? Fuck me! Joris, heb jij de Maxelke gepoeld? Ja. Die lokken daar, hè, Dylan? Ja, ik ga naar lokker hier. Tibor, de lokker waar je net langs liep. Bij die loop. Ja, maar ik ben niet in de lokker, ik ben in de lokker. Oh, ik zit ook aan de lokker. Ja. Ach, hoe je boos vindt dat lokker. Ik kom! Ja, ik zit in deze lokker. Deze lokker, deze lokker. Ja, ja. Hallo! Ze is het helemaal kwijt. Dash! Ja, die is hetzelfde. Hey, joh, achterst, daar is no pasta. Kraai, je vrouw is me kwijt. Oh, wat? Ja, ik dacht daar. Bitch. What the fuck, ik dacht dat daar een dingen was. Ik zoek bij de killershack aan het gaan. En waar is er niet iemand van de killershack, Axel? Ik kom.
Had jij gestuurd? Alsjeblieft, Anna, jump in, zo shit. Oh, ze gaan rondlokken, She's scared as hell. She's scared as hell. Ik wil dat ze wel she's scared as hell. Ik ga er voor de window. Ah, ik zoek haar voor de... Ik ga... Ik loop nu langs mijn deur. Nee. Ze gaat achter mij aan. Ik ben aan het move naar een andere loop, jongens. Ik ben bij een andere loop. Oh, hi. Hi. Wil je wel dat ik zie welke loop je bent? Ik zit bij de... Ik zit... Kut. ik zie de de verkeerde kant. Oh, ze heeft echt het engste face wat er is, man. Holy shit. Nee. Nee. Dylan, zat je nog in de loppen? Ja, ze ging al naar mij toe, ze wist dat ik erin zat. Ze checkt de lokker. Ze heeft groen, by the way, die wil ik even zoeken. Ze checkt iedere lokker. Volgens mij is ze door wel, als ik wat zei. Oh fuck me. Dat we de angst mag uitstralen van. Maar nu kunnen goed. We ook niet naar tegen dingen, dus als we moeten in de buurt lopen. Oh, jongens, ze heeft. Geef de Morrie. Hé? Jij past dat? Axel, ik zit in die lokker. Bro, ik juke haar gewoon. Nee, ze campt mij, help. Welke lokker zit ze? Oh fuck! Links van u. Die nu voor u links. Ja, die ja. Dan, ik wil hem graag in de tweede hoek. Ja, I know. Wat happened? Joris, wat in mijn lokken springen. Oh, je lijkt, holy shit. Ja, lok niet een beetje. Je kunt. Ik kan niet! Nee, doe het niet. Je bent ook oblivious. Nee, oh my god. Wat doe jij hier? Wat de fuck doe jij hier? Jongens! Ik zou hem even healen. Shut up. Kutje, kom nog de rest mijn kant op. Hoe gaat ie? Hey, Axel. Die behangt sinds wel. Oeh. Ik hang hier wel een beetje, dus wat de lockers doen, though? Dit is kut. Wat? Ik druk op mijn knoppen, maar er gebeurt niks. Echt, yo. Kut. Moet je in de lokker zitten. Moet je in de lokker. Zou we er allemaal voor diezelfde lokker zetten? Nee, fuck it up! Knap hoe je dat verneukt. Wacht, kom. Die is zuur.
Wie zit hier in de bocht recht voor mij? Wie zit hier? Timo. Als je de tijd kut. Kut, 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 kut. Kut, 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 kut. Oké, nu kunnen we ons even resetten. Denk je dat we hier ooit nog uitkomen? Ja, we hebben onze fun. Oh, er worden echt 3 kruipen jullie afgestuurd. Maar weet je dit dan lokker? Hoe gaat het achter wie ze nu aangaat? Yes, ze wil je morgen, jongens. Doe het shit. Oké. Kom. Oké. Ze gaat het doen. 50-50! Is het van mij die lokker? Zit je in die lokker? Ja. Oké, dan. Nee! Oh mijn god, Timo. Timo, je fucked it. Nee, ik ben dood. Steen aan de haast. Oh, ik heb Ruben. Oh mijn god, jongens. Ik word gemorreerd 100%. Yes! Do it, then! Kill me! Ik kan voor deze lokker staan. Do it, then! Kill me! Ow! Dit is een lokker. Ik word gekild in de lokker. Ik ga dood waar ik ook thuis hoor. En de lokker in. Ja goed, zo check de lokker niet meer. So don't you dare. Oh, hey, go. Hey Vigil. Je kent ook gewoon Vigil van joh, echt of hilarisch. Hey, mijn medkit! Wat gaan voor de lokken van Joris? Ja, dan maken ze andere lokken. Je weet dat, zo. Hey, what the fuck? Hey, daar lig ik! Axel, kijk eens in de Axel, kijk eens langs de lokker. Ja, ik zie u. Hallo! Is hij dom? Is hij dom? Ik was moe. Oh my god, ze krijgt dat via Moisken. Nee, ze had één. Is hij kwet? Nee, toch? Denk ik. Ah, oké. Okay. Ik wil het zeggen, is je blij dat ze ons heeft gekillt, want we hebben niks gedaan? Het hele potje. We hebben echt gewoon alleen maar gememd. En ook steeds zelfs een klapmoed voor je te naam. Ze hebben ook nog gepiept. Waarschijnlijk. Ja, ik ben gepiept. Oh, wat ben ik gepiept? Ik heb geen pip gekregen, maar ik ben ook niet down gedirankt. Barney, die XC! Barney tot die X. Zijn ze daar aan die game, maar ze hebben die Mori heeft aangegeven. Maar god, ze heeft ook echt gewoon de tryhard aan ons aan. Ze had ook echt alle tryhards zitten aanstaan. Kom jongens, even tryharden voor de fucking head-on squad. En kijk hoe goed het ging. Kijk hoe goed het ging. No pasta. De vruchten werken af. No pasta. Ik heb honger. Tof. Mijn guy is 12 uur s'nachts, 11:45. Ja, en ik kan nog tot 2 uur lang wakker blijven als ik dat wil, want ik ga morgen niet naar school. Ik ben morgen thuis. Leuk voor je. Wacht, ben je morgen thuis? Les.
Dus rond 1 uur ben ik online of zo. Ja, ik moet rond de middag ga ik sporten. Probeer ik. Sporten. En dan ben ik in de avond iets meer online. Want dan kan ik de volgende zaterdag kan ik, moet ik weer coachen. Ik moet gewoon een wedstrijd gaan coachen. Een vriend van mij zou dat iedere keer overnemen. Want ja, hoe moet ik dit zeggen? De meeste coaches zijn allemaal rond de 32. En als ik als 17-jarige langs de kant daar ga staan, mijn team aanzet te moedigen, en de tegenstander doet agressief, ik word niet serieus genomen. Oké, okay. Dus welke map willen we gaan, jongens? Kunnen we ook allemaal plunders instinct? Nee, ik vind het lokker leuker. Ja, maar het doet ook heel veel pijn. Dat boeit niks, we hebben onze fun gehad.